Dit is het L1 Nieuws van vrijdag 20 april. CDA trekt stekker uit Limburgse coalitie. Stoelendans, nieuw bestuur is begonnen. En 8 jaar cel en tbs voor moord Venray. Goedenavond. Het CDA heeft de stekker uit de Limburgse coalitie getrokken. Na bijna een jaar komt er nu een einde aan de coalitie van VVD, CDA en PVV. Het CDA heeft geen vertrouwen meer in de PVV-fractie. Directe aanleiding van de breuk is het gedrag van de PVV-bestuurders bij het bezoek van de Turkse president Gül eerder deze week. Ik heb herhaaldelijk gevraagd aan de fractie van de PVV waarom deze fractie moedwillig de belangen van Limburg schaadt. Door staatshoofden te schofferen, groot investeerders van de Floriade te beledigen, 4 eeuwenlange handelsrelatie weg te wuiven, gasten niet welkom te heten en daarmee fatsoensnormen te overschrijden. Daarmee schaadt de PVV niet alleen de belangen van Limburg en haar inwoners, maar ook het coalitieakkoord. Het vertrouwen is weg. En onze politiek redacteur Jean van Hoof is bij het provinciehuis. Jean, is het verrassend dat het CDA de stekker eruit trekt? Nou ja, eigenlijk wel, want vooraf leefde toch de gedachte dat de coalitiepartijen CDA en VVD toch niet wilden breken met de PVV. Ze hadden wel al duidelijk gemaakt van dat dit nieuwe incident niet nog een keer mocht voorkomen, maar dat het tot een breuk zou komen, dat was toch wel enigszins verrassend. Alleen gaandeweg het debat zag je dat CDA en PVV met de rug tegen elkaar bleven staan en er geen toenadering meer was, wat uiteindelijk dan leidde tot die breuk. En je hoorde Martijn van Helver dat net zeggen, de fractievoorzitter. De PVV en de VVD die waren natuurlijk not amused over de stap van het CDA. Zij hadden ook het idee dat het eigenlijk allemaal al vooraf zo georchestreerd was. Voorzitter, ik vind het ontzettend jammer dat het CDA deze conclusie trekt. Ook de PVV heeft haar uiterste best gedaan om hier uit te komen. Maar ze kunnen niet van ons vragen dat andere partijen de bewoordingen voor de PVV gaan kiezen. Het spijt me dat het CDA dit doet, met name omdat hier Limburg en de Limburgers enorm mee geschaad worden. Daar wil ik het mee laten. Ja, ik ben natuurlijk toch wel even verbouwereerd door de betoog van het CDA uit. En dan verbaast het mij dat de fractievoorzitter van het CDA met een volledig uitgetypt stuk blijkbaar al voorbereid, in ieder geval rekening houdend met dit scenario, hier naartoe komt. Ik kan er op dit moment namens de VVD alleen kennis van nemen. Ja, dat zijn de coalitiepartijen. Maar hoe heeft de oppositie gereageerd? Nou ja, wat denk je? Die waren uiteraard blij, want die hakken al eigenlijk een jaar in op deze coalitie van CDA, VVD en PVV. Ze vinden die slecht voor Limburg, slecht beleid en met al die incidenten rond de PVV ook niet houdbaar, vonden zij eigenlijk al een aantal maanden geleden. En ja, vandaag werden ze daarin bevestigd door de stap van het CDA. Dus ja, juichtonen zou je kunnen zeggen bij de oppositie. Ook vanuit deze plek wil ik toch mijn waardering uitspreken richting CDA. Ik denk dat men zich daar te lang gebruskeerd, pijn gedaan voelt. Kijk gisteren weer naar de Twitter over de heer Bleker. Het gaat maar door, het gaat maar door. En ergens houdt dat op. Het is natuurlijk zeer spijtig dat we een jaar lang hebben aan moeten modderen om datgene wat onvermijdelijk was vanaf het begin nu tot conclusie te laten komen. Voorzitter, ik sta hier niet als overwinnaar na een periode van vervreemding van de PVV. Ik vind het intriest wat hier vandaag gebeurt. Limburg heeft een jaar verloren en we moeten maar afwachten hoe lang het nog duurt voordat de draad weer wordt opgepakt. Als je het debat vandaag ziet en ook al de eerdere debatten die wij de afgelopen maanden hier in de Staten hebben gevoerd, dan is dit debat hoe pijnlijk dan ook een logische consequentie van de afgelopen jaren. Van het afgelopen jaar. Het gevolg van gestold wantrouwen tussen de coalitiepartijen. En uiteindelijk zal er nu opnieuw onderhandeld moeten worden. Ja, Jean, hoe nu verder? Ja, nieuwe onderhandelingen, Koppes zei het al van de SP, waarbij het CDA het voortouw zal nemen als de grootste partij. En meest waarschijnlijke optie lijkt dat zij uiteraard samen met de VVD doorgaan en daar de oude coalitiepartner, Partij van de Arbeid, weer bij betrekken. Samen hebben die partijen 24 van de 47 zetels, één stem meerderheid dus, die drie dus. En wellicht dat ze nog zoeken naar een vierde coalitiepartner, mogelijk de SP. Dankjewel, Jean, voor dit moment.
En aan de val van de coalitie gingen heel wat relletjes in de PVV vooraf. Een overzicht. Vol trots presenteerde partijleider Geert Wilders eind 2010 de PVV in Limburg. Limburg en de Limburgers verdienen beter dan wat ze tot nu toe hebben gehad. Het is de hoogste tijd dat er een frisse wind gaat waaien van Vaals tot Molenhoek. De partij won de verkiezingen en mocht twee gedeputeerden leveren. Theo Krebber en Antoine Jansen zijn daarmee landelijk de eerste en enige bestuurders van de PVV. Dat is wennen voor de partij, omdat het geen oppositie meer voert. Dagelijks bestuur betekent dat je aan meer invloed onderhevig bent dan alleen van je partijleider. Hier hebben ambtenaren invloed, hier hebben je medebestuurders invloed. Je moet echt zaken met ze doen, dag in dag uit. Al snel is er gedoe om de dienstauto's van de gedeputeerden. De gedeputeerde van de PVV zal geen gebruik maken van dienstauto met chauffeur. Nou, en ik denk dat, ja, en ik denk dat dat ook een heel mooi belofte is naar de kiezer toe. Ik denk dat dat ook een heel mooi gebaar is. Iedereen moet bezuinigen, de gedeputeerde ook. Later blijkt dat ze toch graag een chauffeur willen hebben, maar onder druk van de fractie moeten ze toch zelf rijden. Nee, Wilders kan natuurlijk niet elke gedeputeerde aan zijn handje houden. Hij heeft in Den Haag trouwens op dit moment wel een paar andere dingen aan zijn hoofd. En hij heeft in mevrouw Stassen kennelijk niet een, waarschijnlijk wel iemand die hem trouw is, maar die niet zoals hij gemakkelijk controle uitoefent op haar omgeving, laat staan op dagelijks bestuurders. Twee maanden na de installatie van de PVV stapt de eerste partijgenoot Harm Uringa uit de fractie. Later blijkt dat dit vanwege de Bosman-affaire is. Die noemt een Turks PvdA-statenlid een uitgekot stuk halalvlees gemaakt van een Turks varken. We hebben per direct vandaag afscheid genomen van de heer Bosman. De PVV-gedeputeerden hebben het nog geen jaar uitgehouden in het provinciehuis, omdat uiteindelijk het CDA het vertrouwen opzegt in de coalitiegenoot. Dat kon de boel in Den Haag ook wel eens onder vergrote spanning zetten. Omdat je kan voorstellen dat iemand als Wilders zegt van weet je nog iets leukers dan dit. Dus niet onmiddellijk effecten, maar de verhoudingen zullen er niet aangenamer op worden. Meer reacties op de val van de coalitie in Limburg vanavond om 9:30 in L1 Laat. En verderop in deze uitzending, leerlingen dansen voor wereldrecord. Iedereen doet wel goed mee. De Köppelse Meulen is de enige molen die Roermond nog rijk is. En daarom vond de gemeente het belangrijk om het monument te bewaren voor het nageslacht. Na een restauratie is de molen vanaf zondag te bezichtigen voor het publiek. En wat zal opvallen is dat het meest karakteristieke element van een molen ontbreekt. De wieken. De stenen grondzeiler werd in 1882 in gebruik genomen met wieken. Maar die zijn bij de restauratie niet teruggekomen. Ja, natuurlijk. Een windmolen moet wieken hebben. Maar deze heeft er geen, omdat ze ze ooit kwijt is geraakt tijdens een storm in de jaren 20 nog. Dus al lang geleden. Daarna heeft de molenaar besloten om niet meer verder te gaan met wind, maar ze om te bouwen naar een elektrische molen. En zo is ze ook gebleven tot in de jaren 90, toen voor het laatst er nog gemalen werd. En dit is eigenlijk de enige in Nederland nog die geen wieken meer heeft, maar wel nog een helemaal volledige elektrische installatie. De gemeente Roermond kocht de molen om zo het karakter van de buurt rond de Galgenberg te behouden. En er werd ook een molenaar gevonden, Wim Bongaerts. En hij heeft een speciale band met de molen. Ik ben hier vlakbij geboren, ik keek er altijd op uit en dat is toch een band wat je ermee hebt. Ik kwam vroeger hier in de molen. De molen is zo gerestaureerd dat het publiek er veilig kan rondlopen. De vermolmde vloeren moesten bijvoorbeeld worden vervangen en er werd een sprinklerinstallatie aangebracht. Natuurlijk wordt er ook gemalen. Niet voor menselijke consumptie, maar wel gratis. We mogen niet voor consumptie malen, maar wel voor hobbyboeren. Dus als er mensen zijn die gratis gemalen willen hebben, dus moeten ze het graan hier brengen. We mogen er geen enkele inkomsten uit genereren. Dat heeft te maken met belastingen. Wat we gewoon willen is dat die molen blijft functioneren zoals ze is, als een molen. Ook de toegang tot de molen en de rondleidingen zijn gratis. Niet dagelijks trouwens. De eerste zaterdag van de maand. Woensdagen ben ik ook hier aanwezig. Maar dat ligt eraan of ik graan te malen heb. En of er bezoekers zijn en of ik zin heb. Ja, dat heb je nou eenmaal met vrijwilligers. Zondagmiddag om 3:00 wordt de molen feestelijk in gebruik genomen en iedereen is welkom. Ja, en meer informatie over de Köppelse Meulen vindt u via onze website l1.nl.
Schaaklegende Garry Kasparov krijgt dit jaar de Martin Buber plaquette. De Rus stopte in 2005 met schaken en ging de politiek in. Als oppositielid is hij tegenstander van Poetin. In 2008 werd hij opgepakt tijdens een demonstratie. De Martin Buber plaquette wordt uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor anderen. De prijs wordt op 16 november uitgereikt in Kerkrade. De geldkist van de gemeente Venlo is nagenoeg leeg. Dat blijkt uit de jaarrekening 2011 die deze week naar de gemeenteraad gestuurd is. Volgens de wethouder Financiën is de situatie van zijn gemeente buitengewoon zorgwekkend. Zo zijn de reserves op en is er vrijwel geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen. De gemeente heeft enkele maatregelen genomen, zoals een strenger inkoopbeleid en tijdig bijsturen. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op Leo van Willigen uit Venraai. Daartoe veroordeelde de rechtbank in Roermond Patrick van Zet vandaag. Tegen de 21-jarige man uit Roosendaal was 10 jaar cel en tbs geëist. De 54-jarige van Wilgen werd in augustus vorig jaar in zijn eigen huis doodgestoken na een uit de hand gelopen seksdate. De rechtbank acht de moord niet bewezen omdat er geen sprake was van voorbedachte raden. Blijft over doodslag. Immers heeft hij verdachte met dat opzet die van Wilgen meermalen met een mes in de hals en in het bovenlichaam gestoken en meermalen met een hamer op het hoofd geslagen. Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak, al vindt zij dat er wel sprake is van moord. Daar gaan wij van uit en we willen het vonnis bestuderen om te kijken wat de overwegingen van de rechtbank precies zijn geweest. Het drama volgt op een uit de hand gelopen seksdate op 13 augustus bij Van Willigen thuis. Patrick van Zet raakt onder invloed van drugs in paniek, naar eigen zeggen omdat hij zich opgesloten voelt. Met een keukenmes valt hij Van Willigen aan als deze onder de douche staat en brengt hem met bruut geweld om het leven. Nu het handelen van verdachten wel grotendeels is te verklaren vanuit de aanwezige stoornissen en pathologie, zal de rechtbank, overeenkomstig het advies van de psychiater, de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar verklaren. En daarom adviseerde de deskundige tbs met voorwaarden. Patrick van Zet zou er niet verplicht worden opgenomen, maar wel psychiatrisch behandeld. De rechter nam dit advies niet over, omdat dit alleen kan worden gegeven bij een celstraf van maximaal 5 jaar. Ik ben van mening dat de rechtbank dan op die manier dan maar de celstraf had moeten aanpassen. Ten meer ook omdat de psycholoog en de psychiater zeggen dat hij het meest geholpen is met die andere vorm van tbs die ze hadden voorgesteld destijds. Advocaat Brouwers heeft inmiddels hoge beroep aangetekend. Het Openbaar Ministerie beraadt zich hier nog op. Een wereldrecordpoging in Heerlen. Op het Sintermeertencollege dansten vandaag ruim 800 leerlingen tegelijk. In heel Nederland doen 90.000 kinderen mee. En het doel is om zoveel mogelijk jongeren tegelijkertijd in beweging te brengen. Met deze spetterende dans wordt iedereen opgewarmd voor de recordpoging. Die vindt even verderop in de gymzaal plaats. Daar kan na een korte instructie het oefenen beginnen. Ja, het is leuker dan verwacht. Iedereen doet wel goed mee. Want jullie hebben een heel mooi overzicht, hè? Jullie kunnen ook zien wie nou de beste dansers zijn, of niet? Ja, zeker. Het zijn toch echt wel de dames. Maar natuurlijk zijn er ook genoeg jongens die hun beste danspassen laten zien. Iets dat niet van alle docenten kan worden gezegd. Ik doe ook af en toe wat bewegingen mee. Dus, maar ik mag natuurlijk niet te veel opvallen. Ja, u zegt niet te veel opvallen of zijn uw danskunsten misschien niet zo heel goed? Ik denk dat dat ook zo is. Ik ben op heel veel terreinen best aardig, maar dansen dat zit helaas niet zo in mijn genen. Dus, Ik zie dat jij hier ook staat mee te dansen, maar je hebt nog niet de normale gymkleding aan. Hoe kan dat? Nee, ben ik vergeten. En de gele schmink op je gezicht, hoe kom je daar aan? Van de laatste schooldag, van de eindexamenleerlingen, die hebben ons liggen onderverven. Na een tijdje zit het oefenen erop. Tijd voor een perfect uitgevoerde recordpoging. Is de recordpoging geslaagd? Dat horen we pas volgende week zaterdag. Dus we moeten nog even wachten. Ah, u heeft het misschien wel een beetje kunnen inschatten aan het enthousiasme van de leerlingen. Wat denkt u? Nou, als ze allemaal meedoen zoals onze leerlingen meedoen, dan gaat het zeker lukken, denk ik. Nu dus nog even in spanning afwachten of het wereldrecord ook echt wordt gehaald. En dan het weer. Eens horen wat het dit weekend wordt. Leon Rademakers.
Met een prachtig voorjaarsplaatje vandaag uit Montfort bij een vriendelijke lentemix van stapelwolken en opklaringen boven de nu volop bloeiende paardenbloemen en kersenbomen. Maar de natuur loopt door het vrij koele aprilweer toch iets achter ten opzichte van vorig jaar, want toen stonden de meeste bomen al volop in blad, was het gras 2 kontjes hoog en we hadden op deze 20ste april maar liefst 24 graden. Nou, daar kunnen we de komende dagen echt van dromen. Temperaturen vandaag maximaal 15 graden, dat is normaal voor de tijd van het jaar. En in een groot deel van Limburg is het vandaag droog gebleven. Er zijn een paar buien ontstaan, maar ze waren minder fel dan de afgelopen dagen. Er zijn veel plaatjes van binnengekomen, mooie plaatjes zoals deze, waar de vallende neerslag... Het zonlicht breekt die vallende neerslag en dan krijgen we die kleuren van de regenboog te zien. Nou, vandaag is het met de buien dus heel erg meegevallen, maar de komende dagen moeten we toch nog rekening houden met wisselvallig weer, dankzij lage drukgebieden. Nou, die bepalen het weerbeeld in een groot deel van Europa. U ziet het overal, die stippen, bewolking, buien of langere perioden met regen. En soms krult er om zo'n lage drukgebied een aparte buienstoring en daar krijgen we later vannacht mee te maken. Nou, voor die buien uit... kan het tijdens opklaringen afkoelen naar 1 graad of 6. Maar later neemt de buiigheid dus toe. Ook morgenochtend moeten we daar nog rekening mee houden. Maar aan de loop van de dag klaart het weer op. Krijgen we net als de voorbije dagen weer dat beeld van stapelwolken, felle opklaringen. Sommige buien kunnen weer pittig uitpakken. Mogelijk met hagel, mogelijk met onweer. En tijdens langere droge middagperiode met zon kan het dan 1 graad of 13 worden. En de wind morgen uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4. En het wordt iets frisser dan. Vandaag dus met 1 graad of 13. En de komende dagen verandert er weinig in het weerbeeld en in temperatuur. Er vallen buien, mogelijk met onweer op zondag. Dinsdag is er kans op een langere periode met regen. Aanvankelijk 1 graad of 13. Maar vanaf woensdag lijkt het dan daadwerkelijk zachter te worden. En zometeen L1 Sport. Sander, bijzondere sport? Worstelen? Inderdaad, worstelen. Want Nederland vaardigde er nog nooit een worstelaar af naar de Olympische Spelen in die hele geschiedenis. Maar het ziet er nu wel naar uit dat het gaat gebeuren. En uitgerekend een Limburger, wat zeg ik, een Limburgse, zal misschien wel naar Londen gaan. Ja, het zou ook de ergste in Nederland zijn die ooit op de Olympische Spelen geweest is. Dus dan schrijf je historie in het worstelen? Ja. Ja, dat en meer zo dadelijk, Simone. Dankjewel, Sander. Ja, meer nieuws, meer achtergronden vanavond om 9:30 in L1 Laats. Met daarin uiteraard alle aandacht voor de val van de Limburgse coalitie. U hoort dan de laatste reacties, maar ook wat zijn nou de gevolgen? Ik wens u een prettige avond. Dag.